Julia Kothuis, in Holland, Renske Hofsteen, Lindenburg, nummer 7 Daphne Kruij, nummer 8 Ellen Jansen, nummer 10 Belinda Eppen, nummer 11 Alain Koeper, nummer 12 José Opperlees. En dan komt onze visio Yvonne Kuiper, onze mentorcoach Gijs Visser, teammanager Hester Werming. En allerlaatst van net is Jan Berendsen. Wat algemene vragen. Wij moeten nog naar Tsjechië. Ja. Hoe komen wij daar? Gewoon met de bus. Want? Ik hou niet zo van vliegen. En wat is daar de reden van? Omdat ik bang ben dat we neerstorten. Sneaken had ik dat en dat was meer omdat ik mezelf als sportief stoer vind. En ik kon daar leuke zinnen bij bedenken, zoals ik sta stevig in mijn schoenen. En ik wil graag mijn eigen pad. De conclusie wel, je gaat naar Eurosped, zoekt een vriendje in Haverikhoek en het is opgelost. Ja, dat ben ik blijkbaar wel. Dus de uiteindelijke vraag is, waarom heb je voor Eurosped gekozen? Even een vriendje. Heel goed. Dus ja. Leg uit. Ja, toen ik in C of B zat, heb ik Pascal aan het blokkeren en toen bleef ik met mijn beugel en dus met mijn tanden in het net hangen. En toen kwam ik beneden en toen hoorde ik iets achter de bank. Toen dacht ik dat er een inbreker binnen was. Dus toen liep ik heel rustig zo naar voren, ik zei hallo en toen... Ja. Sommige dingen moet je gewoon niet zeggen. En toen kwam er dus geen persoon achter die bank vandaan, maar zo'n hele grote vogel. Oh, wacht. Nog één keer. Zo'n ex, hè? Ja, echt. Ik weet het. En zo groot. Oké. Okay. Ja, dat was echt heel groot. En een plaatje? En ja, toen ben ik keihard naar buiten gerend, maar mijn telefoon lag nog binnen, dus ik moest alweer terug. En toen, ja, maar iedereen was werken zo. Alleen, ja, toen had ik mijn vriend gebeld of hij even die vogel kon komen vangen. Ik heb hiervoor bij Setup gespeeld in Omasen. En vond je het daar leuk om te spelen? En wat is jouw drive geweest om toch naar Eurosped te gaan? Ik heb daar een hele leuke tijd gehad, veel geleerd. En het drive om naar Eurosped te gaan is toch omdat ik hoop hier andere dingen te leren en me verder te ontwikkelen. Waar ben je ooit begonnen? Want jij bent de enige Almeloze in het team. Waar ben jij begonnen met volleyballen? Ik ben begonnen bij ASAT. En hoe oud was je toen je daar begon? Ik denk een jaar of 7, 8. En kan je je eerste trainers nog herinneren? Eerste trainers? Ik weet niet of het de eerste trainer is, maar wel in de minis wie mij getraind heeft. Bij haar heb jij het plezier voor het volleyballen geleerd, kan dat? Ja, denk wel. Gewoon van de trainers en meiden om me heen altijd leuk.